Ja, maar je hebt het dus wel. De stukken daar bij de balie nog lezen, dus ik ga nog eventjes... Dus u wordt de nieuwe staatssecretaris. Meneer Voor de Wind. Dag meneer Voor de Wind. Goeiedag. Steekt het nou eigenlijk dat u niet genoemd wordt in de lijstjes van staatssecretarissen? Nou, daar ben ik helemaal niet mee bezig. U bent al aan het oefenen als staatssecretaris, hè? Dat u zo weg gaat lopen. Ze zit al op me te wachten. In de dat u nou zo weglopen, meneer de staatssecretaris. Meneer de staatssecretaris. Er is volgens mij nog niet eens een formatie aan de gang. Ik ben nergens... De poppetjes worden natuurlijk al wel ingevuld. Nee. Nog maar een paar weekjes en dan moet u wel echt een mooi pak aan voor op het bordes, hè? Geen idee. Eerst moet er een kabinet komen. Nee, maar goed, dat is dichtbij, dus dan staat u wel weer gewoon te popelen, toch? Nou, ik vind dat het vooral niet over de poppetjes moet gaan, maar over wat er straks moet gebeuren om Nederland weer een beetje beter te maken. Daar hebben we het ook over, maar zoeken wie die daarbij nodig heeft. Maar hier mogen we het toch ook wel over uw ambities hebben? Nou, daar gaan we het zeker vandaag niet over hebben. Zou u wel staatssecretaris willen worden? Oh, u loopt al wel door als een staatssecretaris. Ik loop met u mee, hè? Oh, je loopt me heen, nou gezellig. Maar ik ga even typen, want ik moet dit rapport nog afmaken. Maar ambieert u het? Nou, daar ga ik allemaal niet op in. Ik ben zo een ja, dus. Dit rapport bezig. Nee, maar u ambieert het dus wel? De stukken daar bij de balie nog lezen, dus ik ga nog eventjes... Dus u wordt de nieuwe staatssecretaris? Meneer Voor de Wind. Ik wil best een weddenschap met u afsluiten. U zegt, u bent volgende week bent u geen Kamerlid meer. Ik zeg, ik ben volgende week nog Kamerlid. Komende 4 jaar bent u Kamerlid? Dat weet je nooit, maar de komende tijd blijf ik gewoon Kamerlid. Maar goed, nieuwe kabinet, Rutte 3. Bent u daar staatssecretaris in of niet? Dat weet ik toch niet. Ja, dus. Nee, ja, dat maar dit is dus niet. Maar nou gaat u glijden, zie je wel? Glijden. Ja, zie je wel? Van de glijbaan. Zo, tjoef. Hard naar beneden ook. Hard naar beneden, ja. U bent natuurlijk die terrier die overal de tanden inzet en dan niet meer loslaat. Dat het dan, als u dan ineens staatssecretaris bent, dat u dan een koekje van eigen deeg krijgt. Dat u daarom misschien niet wordt gevraagd. Ik ben gekozen als Kamerlid en die terrierrol die bevalt me ook heel erg prima. Dus ik zit niet op telefoontjes of speculaties, waar dan ook op te wachten. Zenuwachtig? Nee hoor. Oogt u wel een beetje? Nee. Er loopt een beetje iemand voor. In de weg, ja. Nou, lekker eten. Ja, kans. Er is altijd een kans. Ja. Leuk. Nou, we gaan het zien. Ja, dat denk ik ook. Dag. Wetenschap staat, hè? Ja.